dit is Alberta en welkom bij mijn eerste kledingglitch. Nou, we gaan vandaag beginnen met iets makkelijks en we gaan steeds meer uitbreiden tot iets moeilijks. Dus blijf vooral kijken naar deze serie. En je zult vanzelf eens allemaal kledingglitches doen. Vandaag gaan we beginnen met geen bikini onder een jasje. Want normaal doe je die aan en dan heb je wel een jasje. Nou, we gaan eerst naar outfit, business pants. En ik kies de Liberty. Zodra je deze aan hebt gedaan, kan je eigenlijk alles doen wat je zelf wil om de outfit te maken. Maar je moet natuurlijk dan een jasje aandoen. En eigenlijk bijna alle open jasjes werken. Normaal doe je hem aan en krijg je zo'n raar zwart streepje tussen je borsten. Van een poppetje natuurlijk. En dat is de bikini die eronder zit. Maar dat is niet altijd even mooi. En zo krijg je dus gewoon een jasje zonder dat rare streepje ertussen. Eigenlijk bijna alle jasjes werken die openstaan. Dus je kan ze ook gewoon proberen en kijken of het welke je wil. Nou, daarna kan je gewoon kiezen wat je wil qua broek en qua schoenen en al dat soort dingen. Dus even een ander broekje. Huppatee. Nou, er is nog een andere manier. Daarom doe ik even een ander pakje aan. En je gaat dan naar Arena Wartops en dan de Apocalyptics. En alles wat hier staat met een lange mouwen, kan je daar ook voor gebruiken. Let op, deze zijn wel redelijk duur. Dus je ziet al 80.000 als je ze niet vrij hebt gespeeld met de Arena. Verzamelpunten. Dus dan moet je er wel wat geld voor neerleggen. Heb ik maar wel gedaan. Dus ik heb een van de goedkoopste gepakt. Ik heb die aangetrokken. Soms moet je heel even wachten. En dan als je een jasje aandoet. Zie je, ik heb een ander soort jasje gepakt. Dan heb je geen bikini of BH eronder aan. En dat staat een stukje mooier. Dus kun je kiezen wat je wil. Nou, hey, ik heb wat littekens op mijn buik. Altijd leuk. Nou, dit was de eerste kleding glitch. En er komen er natuurlijk nog veel meer, dus blijf kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie graag de volgende keer. Later!